Bedankt voor de interesse in het project Groeirand Onthart. In deze presentatie gaan we u toelichten wat de leerpunten zijn van het project Groeirand Onthart, hoe dat we van daaruit kunnen nadenken over volgende golven aan ontharding, maar we staan uiteraard eerst even stil bij de VZW Groeirand zelf, om beter te begrijpen vanuit welke insteek vertrekken we. En we gaan ook stilstaan bij een aantal realisaties in ons project. Ontharden en Groenland, als je dat in ene zin zegt, moet je eigenlijk goed begrijpen van waar dat Groenland voor staat. Hè. Wat willen we doen? Groenland is ook het gebied, dat, zo noemen we dat dan toch, in de Antwerpse stadsrand, oosten en noorden van Antwerpen, waar allemaal resterende groene stukken nog, ja, min of meer één groen figuur uitmaken. En die wat met haken en ogen aan elkaar hangt, hè, maar het is er nog. Het is een 40 vierkante kilometer groot en volledig omgeven door allerlei verharding en verstedelijking. Wat wij willen realiseren, op korte en lange termijn, is dat we dat gebied behouden, verbinden en ook versterken in zijn functies. Dat behouden, dat gaat dan over natuurlijk bedreigingen rond infrastructuur of harde bestemmingen, en verstedelijking. Het verbinden, dat is het meer dat het als één groot systeem functioneert. Dat gaat dan ook over natuur uiteraard, ecologisch functioneren. Heeft zijn rol als in de klimaatadaptatie uiteraard ook. Maar het gaat ruimer. En het versterken gaat eigenlijk over al die functies die in dat gebied aanwezig zijn, die, om die te gaan verbeteren. En die zijn allemaal functies die ook leiden tot een betere leefkwaliteit. Groenland is een samenwerkingsverband van allerlei mensen, allemaal vrijwilligers, allerlei verenigingen. En wat we eigenlijk in dit gebied vooral willen doen, is mee voor helpen zorgen dat elk plan dat in dit gebied wordt uitgewerkt, leidt tot een versterking van Groenland. Dat behouden, versterken, verbinden. We werken al met mensen samen, we laten mensen samenwerken. En we zijn heel sterk bezig op het ideeën aanbrengen, tot leven te laten brengen, want wij als klein groepje vrijwilligers gaan zelf niet heel veel kunnen realiseren in dit gebied. Het zal vooral zijn als we anderen kunnen overtuigen dat op te pakken. En we beperken ons niet 100% alleen maar tot het werkingsgebied. We kijken er ook wat ruimer. We kijken of dat we kunnen inpluggen op of ter versterking kunnen functioneren voor die blauw-groene netwerken binnen het verstedelijkte gebied. En we proberen ook in te zetten op die connecties, dat inpluggen op het grotere groenstructuren, heel ecologisch waardevolle groenstructuren rondom Antwerpen die nog net iets verder van de stad verwijderd zijn. Dit geeft een overzicht van een aantal thema's waarom dat we dan werken, want je moet dat natuurlijk in de praktijk zetten. Wat zijn de concrete projecten die hier kunnen gebeuren? En dat is niet alleen ontharden. Dat is ook rond die beekvalleien werken, de airco-werking, dus klimaatadaptatie, bosstructuren, trage wegen, ecologische verbindingen. En voor degene die hiermee al eens zin heeft gekregen om het te ontdekken, we hebben wandelroutes ontwikkeld samen met de provincie. We hebben ook een fietsroute ontwikkeld om het gebied te ontdekken. We hebben ook een heel leuk filmpje. De link op YouTube staat erbij. Een heel leuk filmpje met Warre Borgmans in een hoofdrol, waar we eigenlijk, dat we helemaal in het begin van onze periode hebben ontwikkeld. Heel leuk om te kijken, maar het tijdbestek laat het niet toe om het nu nog even te zien. Er komen subiet andere filmpjes. Oké, dan het project Groenland Onthart. Dat is eind 2018, kregen we dus toen nog van minister Schouwvliegen subsidie. En hoe zijn we er eigenlijk op gekomen? Waarom hebben we eigenlijk zo'n goede score van de jury gekregen? We hadden eigenlijk begonnen met heel die groenstructuur, heel die groenfiguur te denken. En we hadden al een eerste analyse gemaakt van een 125 plekken, potentiële plekken om te gaan ontharden. Nu, uiteindelijk is ons projectaanpak niet zo top-down uitgevoerd. We hebben het heel erg bottom-up gedaan. Want we zijn met onze partners, Regionaal Landschap, de Voorkempen en Antwerpen aan het woord, beginnen brainstormen van ja, hoe kunnen we die doelstelling van golf aan ontharding realiseren, hoe kunnen we die maximaal, hoe moeten we die inzetten voor het maximale resultaat. En eigenlijk kwam dat neer op deze slagzin. Hè.
dat we eigenlijk moeten focussen om anderen te gaan helpen, om dan te gaan ontharden. Uiteraard ter ondersteuning van de groene ruimte, dat is onze insteek, hè. Maar ook steeds meer mensen inspireren om hetzelfde te doen. En als dat de doelstelling is, dan moeten we eigenlijk met een bottom-up aanpak beginnen. Dus aan het begin van het project hebben wij ook breed uitgenodigd en zijn er een hoop mensen afgekomen. Hier zie je een beeldje van een van die momenten, waar we mensen met ideeën van onderuit hebben opgepikt en eigenlijk een soort groepsproces hebben gegeven. En dan idee, ja, dat soms maar gewoon een ruw idee was, laten groeien, door dat te omkaderen met soms gewoon expertise, soms een extra scheutje engagement en ook soms eigenaarschap. En dan hebben we een eerste golf van projecten in de realisatie gebracht. Nu, die aanpak is toch wel heel interessant om even bij stil te staan. Want dat is toch een aanpak die trouwens niet alleen voor ontharding, maar ook voor ontharding goed kopieerbaar is, ook in andere regio's. Hè. Dus je begint dus met een grote oproep vanuit een netwerk van meerdere partners. Je gaat die gezamenlijk, diegenen die komen, een gezamenlijk traject geven, dat is samen leren. En een van die eerste stappen is, ja, iemand ziet mijn idee, daar zou iets kunnen onthard worden. Dat we een stap, dat je zegt, ja, kijk, je moet dat idee verder uitwerken. Kun je dat in een goede pitch omschrijven? Wat wil je nu eigenlijk doen? Een wervende pitch, waar je andere mensen mee kunt enthousiasmeren ook. Maar oké, hoe gaat het nu van je idee tot effectieve realisatie? Wat zijn een aantal logische, concrete tussenstappen die ervoor moeten genomen worden? En welke tussenstappen denk je dat je zelf als aanreiker van het idee al kunt eigenlijk wel oplossen? Maar bij welke tussenstappen, waar weet je eigenlijk nu al van, oei, dat ga ik niet kunnen doen. Ik mis niet de kennis daar rond. Of ik heb niet het eigenaarschap. En dat is eigenlijk een methode geweest om eigenlijk een hoop van ruwe ideeën, heel waardevolle, verder uitgewerkte ideeën te maken. We hebben natuurlijk in de flow van zo'n project een selectie moeten maken, een keuze moeten maken. En finaal hebben we daar dan een vijftal echte realisatieprojecten gedaan en dan één eigen project rond dat planologisch ontharden. Die dan dus effectief, die eerste vijf zijn in realisatie gebracht. En ook dat verliep in een aantal stappen. In het begin gaat het nog verder door op dat pad van dat omringen met expertise, met inzichten, met proberen ambitieniveau scherp te zetten en dat een budget erop te plakken en dat werd dan in uw contract gegoten. Dan kwam er eigenlijk een stevige fase rond mijn ontwerpers, mijn participatie. En dan de fase van de realisatie, dat altijd eigenlijk het kortste stukje is voor het verhaal. En we gaan ja, subiet stilstaan bij een aantal lessen die we daar gezamenlijk met een hele hoop andere mensen hebben daarover getrokken. Dus ja, de vraag is, hoe maak je hier een motor dus voor ontharding? Wat zijn de werkwijzes en die gaan we een aantal leerpunten daar rond verwoorden. Een klein tussenstapje is nu een filmpje te tonen. Het staat ook ondertussen op YouTube. De eerste, misschien belangrijkste les is, als je zo potentiële projectpartners bij je krijgt die eventueel wel iets willen ontharden, hè, dat als je terugblikt op de realisaties, dat de grootste meerwaarde van een project eigenlijk ligt dat het niet alleen draait over die evidente resultaten, voordelen van ontharden, op vlak van klimaat, water, natuur, maar dat de partner zelf die ermee aan de slag gaat, de school, de gemeente, het bedrijf, zelf uiteindelijk voor zichzelf meerwaarde creëert, die echt veel dichter tot de core business van die een actor zit. Dat is een hele belangrijke en daar hebben we een filmpje mee gecompileerd en dan kun je dan ook die verschillende projecten zien die er dan zijn gerealiseerd. Een manier van werken uittesten hoe dat ontharding eigenlijk een heel grote meerwaarde kan betekenen voor de omgeving. Het
groene is voor ons heel belangrijk. We zijn daarnaast ook een klassieke school, ASO-opleiding. We zijn kleinschalig, maar de derde grote pijler is de groene omgeving, waar we toevallig in zitten. Dat is historisch zo gegroeid, maar die zeker een belangrijke aantrekkingskracht is voor onze school. En waar we dus moeten in investeren. Het is trouwens wetenschappelijk ook bewezen dat als leerlingen in een groene omgeving les krijgen, dat dat bevorderlijk is voor hun welbevinden. Dat is nogal evident. Maar dat dat ook hun concentratie tijdens de les verhoogt. En er zijn onderzoeken die aantonen dat ook de effecten daarvan op het hoger onderwijs nog merkbaar zijn. Dus daarin investeren is niet alleen maar voor de schone omgeving, maar is ook pedagogisch en didactisch, denk ik, belangrijk om dat voor ogen te houden. Het voordeel is geweest, door die vraag te krijgen, dat we hebben moeten nadenken over, ja, wat willen we nou eigenlijk ook op langere termijn? En dat is eigenlijk wel goed, want normaal denken wij andersom in het onderwijs. We kijken eerst hoeveel geld hebben we en wat kunnen we daarmee doen. Maar nu hebben we dus een plan liggen dat nog niet gerealiseerd is, maar het is wel iets waar we naartoe kunnen blijven streven. En we hebben daarvan nu met de subsidies die we van jullie hebben gekregen, de eerste stappen wel kunnen zetten. En dat is toch al een belangrijke eerste stap geweest. We hadden op onze school op Terlinde een probleem bij regenweer. De speelplaats was vol met stenen. En onze riolering kon dat eigenlijk niet slikken. Dus als het een bui had gedaan, dan konden wij eigenlijk zelfs de volledige dag en de dag nadien niet meer op de speelplaats, omdat het water eigenlijk niet kon wegtrekken. Het spel van de kinderen was soms moeilijk. We hadden een groot stuk dat ingepalmd werd door het voetbalveld, door het basketbalveld. En daardoor liepen dan de andere kinderen die hun ander spel speelden. En dan hadden we ook aan de kinderen, de leerlingen van de school, gevraagd van wat hebben zij op de speelplaats eigenlijk nog wel nodig of op de school nodig om zich beter te voelen. En daar kwam eigenlijk het stukje bij dat ze wel aangaven dat op de speelplaats dat het vaak heel druk is en sommige kinderen hebben wel nood aan een rustiger plekje. Ik zie het als een meerwaarde, de ontharding, omdat we meer en meer ook willen inzetten op het buiten spelen, maar ook het buiten leren. We waren daar voordien als school, als team al mee bezig om wel vaker buiten te komen, om bewegend leren toe te passen. En met een ontharde speelplaats merken we nu dat dat veel beter lukt. Als gemeente willen we twee dingen. Willen we enerzijds structureel nadenken over hoe we in Wijnegem op lange termijn, de komende jaren, maximaal steenstukje kunnen vervangen door extra groen of speelruimte voor mensen. Aan de andere kant wilden we ook op korte termijn dingen realiseren op het terrein. En zo kwamen we op het idee om op verschillende plekken waar dat we nu van zagen, stoepen, parkeerplekken, stukjes verharding waar eigenlijk het gras eerder naar boven schoot, wat eigenlijk een signaal was dat er geen of weinig mensen overliepen of auto's overreden, dat wij die plekken wilden wegnemen, omdat die toch onderbenut waren en voor onze groenlist alleen maar een last waren qua onderhoud. De eerste ervaring die we hebben gehad met die onthardingsgolf in samenwerking met Geurand, dat was een heel positieve ervaring. Positief in de zin van dat we op korte termijn echt een concreet resultaat hebben kunnen realiseren, visueel, zichtbaar in het straatbeeld. Aan de andere kant positief omdat we onze Wijnegemenaren er zo warm hebben voor kunnen maken. Niet alleen de Wijnegemenaren die in het participatietraject mee zaten, maar ook mensen die van op een afstand het zagen gebeuren en geprikkeld werden om mee te doen. Wij moeten er feitelijk voor zorgen dat dat water infiltreert ter plaatse. Dat is het verblauwen. In het vergroenen is, wij hebben heel veel parken in Deurne. Die parken zijn gemiddeld. We hebben een lage temperatuur in de zomer dan de omliggende straten. En wij gaan door de vergroening aan de straten en door het bouwen van nerven en nerfstructuren ervoor zorgen dat er lucht van die groene zones naar de verharde en dus warme zones gevoerd wordt om die af te koelen. En op een week kun je een heel kruispunt eigenlijk vergroenen en het verkeerd parkeren tegengaan. Dus op een heel snelle manier
kun je twee problemen aanpakken eigenlijk. Hè. We zijn een machineombouwer en we leveren onze machines wereldwijd. Kwaliteit moet er zijn en ja, kwaliteit en duurzaamheid. Hier het zicht op de pakking, ja. Die inderdaad verhard is en waar dat wij een ontharding willen op uitvoeren, maar met de mogelijkheid nog wel altijd om auto's te kunnen parkeren. De trigger is eigenlijk gekomen door het aanleggen van een nieuwe straat en daar een gescheiden afvalwatervoorziening te hebben en de verplichting die we ertoe krijgen als bedrijf om ook mee aan te sluiten. Bijkomend moeten we dat niet meer doen, we moeten toch alles openbreken. Kunnen we dat niet tegelijkertijd een meerwaarde geven? Daar kon er niet beter van worden, maar wel de mensen die er werken. Ja. En uiteindelijk, het bedrijf is de mensen die er werken. Oké, dus nu komen we in op een deel van de presentatie waar we het gaan hebben over die leerpunten van een golf aan ontharding. En we gaan daar op een drafje doorheen gaan, want je zou daar eigenlijk een hele studiedag terug over kunnen vullen. Dat gaat over een vijftal thema's. Eerst over dat tegelwippen. Er is heel veel laaghangend fruit, kan je dat niet snel doen. Tweede punt is voor een goed project waar we overtuigd zijn dat die goede synergie tussen participatie en ontwerp leidt tot hogere ambities in uw project. Het financiële verhaal, waar halen we het geld om voor die schaalvergroting aan ontharding? Waar ligt de weerstand die zou moeten ontmijnd worden, die soms van een rem zet op concrete ontharding of soms op een andere plek te veel blijvend laten verharden? En last but not least, rond het planologisch ontharden, het schrappen van harde bestemmingen in functie ook van de bouwshift. Oké, we gaan er wel snel doorheen gaan, want we hebben daar een halve dag studiedag rond gehad. Het eerste thema gaat over die quick wins in een hogere snelheid krijgen. Daar hebben we daarnet al in het filmpje een getuigenis van de gemeente Weinigem gezien. Maar eigenlijk wat er in het filmpje nog niet in staat is dat de gemeente een stap verder al heeft gedaan. Die hebben gezegd van, dat was zo'n goed initiatief. En ze waren een klimaatplan aan het schrijven en zeggen, okay, we gaan dat gewoon een plek daarin geven. Dus ze hebben dat nu ingeschreven in hun klimaatplan. Dat is ook van het jaar goedgekeurd geweest. En dat gaan ze nu gewoon elk jaar herhalen met de nodige budgetten. Dus ze gaan telkens elk jaar een nieuwe golf aan ontharding in hun gemeente realiseren. Maar er liggen nog kansen, bijvoorbeeld het voorbeeld van de stad Antwerpen, die rond foutparkeren en verkeersveiligheid rond kruispunten iets willen doen. Ja, doet dat met wat minder beton en klinkers en doet er wat meer groen. Het project in de Frans van Heijnbeeklaan in Deurne heeft dat getoond dat dat beter en minder duur is. En die aannemer die zei ook van, ja, dat is gewoon heel leuk om te doen. Dus eigenlijk is dat gewoon heel snel te realiseren, eenmaal dat je in de realisatiefase komt. En dan worden we wel in dat debat dat we daarop volgden, natuurlijk op de realiteit geduwd, dat de realisatiefase maar het kortste stukje is, maar de weg ernaartoe is de langste. En participatie kan lang en kan zelfs heel lang duren. In een grotere organisatie, zoals een stad, duurt dat standaard wat langer, hè, of een heel pak langer dan in een kleine gemeente. Maar ook als uw project groter is, duurt het ook vele langer. Nu, dezelfde stad heeft eigenlijk gezegd dat door eigenlijk de betrokkenheid van Groenland, dat veel sneller gelopen is dan wat zij gewoon zijn. En dat kwam onder meer doordat wij als burgervereniging ons niet verstopten achter de rug van de politiek op het moment dat het ineens een debat werd met de bewoners. Nee, we hebben actief mee in het debat gewogen en bewoners mee overtuigd en het project ook mee aangepast aan de bezorgdheden van die bewoners. De succesformule van Weinigem is daarnet al besproken geweest. En die schaal van die gemeente kan een rol spelen. Die rol van die groendienst is ook sowieso een interessante motor voor allerlei overbodige verhardingen te identificeren. En natuurlijk
is in het debat ook gegaan over parkeren, de ruimtebehoefte van parkeren. Dat is een heel vaak een issue. En het is daar, de hoop is daar door meerdere gezegd, hoop dat het deelwagensysteem die een druk op de ruimte een heel pak zou kunnen verminderen en dat echt een game changer zou worden. Nu, de link is hier gelegd om als je het debat wat uitgebreider wilt lezen, dan kan je dat via deze link downloaden. Een compilatie ervan uiteraard, om er wat dieper in te graven. Oké, tweede thema. Dat gaat over ontwerp en de participatie en de combinatie daarvan. Dus ja, al gezegd, wij zijn ervan overtuigd dat we hebben het gezien gebeuren gewoon. Als die twee, de ontwerper en de participatie hand in hand gaan en binnen pingpongen, dan komt heel vaak de situatie dat het er veel meer wordt onthard en dat het veel ecologischer wordt en dat het veel waardevoller wordt voor die onthardingspartner. Dus dat samenwerken, dat is een hele belangrijke. Hier een paar beelden van in die straat. Daar hebben we met de bewoners proefopstellingen gezet. Daar hebben we uitgebreid geparticipeerd. Waarbij dat toch in belangrijke mate een behoorlijk draagvlak is ontstaan bij die bewoners. En ook de verkeersveiligheid in uw straat door die ontharding is verbeterd. En wij hebben er natuurlijk ook mee over gewaakt dat in dat ontwerp er ook op een dermate manier gebeurde dat ook de ecologische meerwaarde die op die ontharde stukken kan ontstaan, dat die effectief gerealiseerd is geweest. Dat gaat dan over plantkeuze, in dit geval zaadkeuze, en vooral ook het niet gaan bemesten van die grond die blootgelegd is geweest. Het debat dat daarop volgde, toch wel een paar interessante conclusies. Ten eerste, als je bijvoorbeeld een school hebt of een bedrijf, om niet alleen naar dat plekje waar je eigenlijk eerst aan dacht om te gaan ontharden naar kijken, maar naar de hele site, het hele bedrijf, de hele school. En daar eigenlijk een visie op maken. Wat wil je eigenlijk bereiken? En dat leidt dan in eerste instantie natuurlijk tot een plan dat veel groter is dan dat ja, de zak geld dat aanwezig is, kan financieren. Maar dat is wel heel interessant, zodat je eigenlijk er nog verdere fases van ontharding gaan automatisch gaan volgen in de toekomst. Een andere belangrijke les is dat je een bepaalde plek niet als een posttegel moet zien, los van de omgeving, maar dat je dus ja, best ook de samenhang van die plek ziet met zijn omgeving. Zodat je ook meer zicht krijgt van oké, hoe ga ik met dat water om? Met wat voor soort groen moet ik werken om die biodiversiteit te verbeteren? En dat je dus inderdaad wat buiten de grenzen van het projectgebied ook kijkt. We hebben dat gemerkt in scholen, maar niet alleen in scholen. We denken ook dat er heel wat resultaat voor ontharding kan ontstaan, ook tussen de oren. Dat ontharding tussen de oren als eigenlijk een evidentie begint te bestaan. En dat er dus ook een educatieve waarde is, waardoor gedrag in de toekomst ook daardoor anders gaat zijn dan in het verleden. En zoals eerder al gezegd, een goed project levert meer waarde voor de onthardingspartner, die meer aansluiten bij de core business van die partner. Het derde thema ging over het geld. Waar halen we het geld? Wat heeft het gekost? Laten we dan ineens kijken naar de cijfers van ons project. In totaal hebben wij 3400 vierkante meter onthard in die 5 projecten. We hadden een stuk kosten dat eigenlijk de leertijd opbouwen was. De leertijd opbouwen rond die samenwerking aangaan, die mensen begeleiden enzovoort. En dat heeft zijn kost gehad. Dat is natuurlijk een eenmalige kost om het te leren. Als we dat niet, als dat warm water niet opnieuw op een andere plek terug moet uitgevonden worden, dan is dat nuttig ook geweest. En dan had je een grote pot geld rond de financiering. Dus daar moeten we vaststellen dat we het geld dat we hadden gekregen van Vlaanderen om te gaan ontharden, dat we dat eigenlijk die partners er nog eens een gelijkaardig bedrag op hebben gelegd. Dus het totale project heeft geleid tot ongeveer een 400.000 euro aan, tot
totale budget, wat behoorlijk groot is voor een organisatie als Groenland, die eigenlijk daarvoor nog maar €500 in kas had. Nu, oké, los daarvan, wat kunnen we daaruit lessen trekken voor de toekomst? Als je die kostprijs, de vierkante meter bijvoorbeeld, is gaan vergelijken. En die cijfers van Weinigem kloppen niet helemaal, want er zijn eigenlijk nog facturen rechtstreeks naar de gemeente gegaan. Dus die cijfers zijn niet volledig. Maar als we dat hebben, zouden doortrekken, dan denken we dat we ongeveer gemiddeld een kostprijs hebben van een €140 de vierkante meter. En dat is eigenlijk een behoorlijke kost. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een kost van grond bijvoorbeeld. Hè. Dus als je daar begint over na te denken, oké, als dit het soort van projecten zijn om dan te gaan compenseren voor andere verharding bijvoorbeeld, ja, dan merken we van dat we de financieringsmechanismes ruimschoots ontoelatend zijn, niet genoeg zijn om zo'n ambitie te kunnen maken van een bouwshift. In die cijfers, die 140, misschien ook interessant, er zat een €15 de vierkante meter, denken we dat we in de toekomst gaan nodig hebben, als we uit onze ervaring niet opnieuw terug moet uitgevonden worden, om eigenlijk zo'n projectorganisatie te hebben, om dan allerlei goede ideeën richting concrete projecten te leiden. En nog eens een €30 de vierkante meter, 2 keer 15, onderaan in de grafiek, om voor het participatie in ontwerp. En dat zijn eigenlijk kosten die heel, heel nuttig zijn. En daar moeten we misschien toch in eerste instantie kijken naar overheden die dat de komende jaren financieren om zo'n motorje van ontharding te laten draaien. Maar die ongeveer €100 de vierkante meter, ja, waar komt dat nu vandaan? Je kunt niet alleen rekenen op die scholen enzovoort om dat te financieren. We hebben dus behoorlijk wat financieringsinstrumenten nodig. En dat leidt eigenlijk tot ook wat conclusies die in het debat zijn gevoerd. Die structurele financiering is gewoon absoluut nodig. Hè. Is er nood aan een tegeltax waar verharders mee betalen? Gaat dat over die €100 de vierkante meter? Wat is de marge daar rond? En ook vooral ook die projectenmachine die wij in een eerste golf hebben uitgeprobeerd. Ja, eigenlijk is dat echt wel een goede manier om dat verder ook, wat mij betreft, in heel veel regio's in Vlaanderen te gaan herhalen. Het vierde thema gaat over de weerstand bij beheerders, gebruikers, die tussen idee en realisatie vaak opduiken. We hebben sowieso een aantal barrières opgelijst die we vaak zijn tegengekomen, die leiden tot dat we onze oude slechte gewoontes blijven houden. Die structuren ook die zorgen voor weerstand in die onthardingsambities. Wat zei het debat daarover? Mensen die potentieel ergens een argument hebben voor tot weerstand, probeer je zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces te betrekken. Eigenlijk is dat logisch. Hè? Maar ook van, geef het niet te snel op, volharden om te ontharden, blijf doorzetten, is ook iets. Want soms komen we toch wel heel harde weerstand tegen. Ook wat kan helpen is dat heel ecologisch te gaan doen, hè? Dus de herinrichting van de ontharde plek, omdat dat automatisch eigenlijk veel meerwaarde levert ten opzichte van relatief weinig onderhoud. En wat ook heel belangrijk is, is dat als je projectpartners wilt hebben die onthardingspartners wilt krijgen, die ook op hun eigen terrein iets willen realiseren, er komen zo expertises, bijvoorbeeld plantenkeuze, hè, waaruit die mannen zeggen, kijk, ontzorg ons. Hè, ontzorg ons, begint ons nu niet, betrekken in heel debat. Daar heb ik ook geen zin in. Ik ben wel geïnteresseerd, maar ontzorg me ook wat met expertise. En dat is ook een belangrijke les. Wil je een motortje van ontharding in de toekomst laten draaien? Last but not least. Het behouden wat je hebt, het planologisch ontharden. We hebben daar een heel debat rond gedaan, uiteraard. En eigenlijk was de conclusie redelijk helder. Dan heb je alleen maar een RUP nodig als goed instrument om dat te doen, maar eigenlijk is dat een passief plan. Je moet dat aanvullen met een actief plan. Een actief plan waar afgesproken is wie doet wat, met welk doel. Hè?
En om daar te geraken, moet je wel wat tijd steken in draagvlakopbouw, consensus te zoeken met actoren, zodat er eigenlijk een toekomstbeeld voor dat gebied komt. Dat het niet een plan is tegen een bepaalde bestemming, maar voor een verbeterde invulling van het gebied. Met allerlei meerwaarden voor de omgeving of voor de klimaatadaptatie enzovoort. En ook een ander element is dat eigendom wel heel cruciaal is daarin. En je kan daar bijvoorbeeld, als je ziet dat daar overheidsgronden zitten in die gebieden, niet privatiseren of doorverkopen tussen overheden is een werkwijze. Of soms gewoon actieve grondverwerving door de overheid om dat mogelijk te maken. Maar er is ook opportuniteit. Waarom ga je niet als actiegroepen strategische grondposities innemen? Hè? Er zijn crowdfunding op loslaten, met wat Franse voorbeelden als voorbeeld. Of waarom geen Community Land Trust, die eigenlijk alle coalition of the willing eigenlijk doet ontstaan door gronden samen te brengen rond zo'n belangrijke projecten. Ook dat debat kan je via onderstaande link bekijken. We hebben al een stuk verder doorgewerkt daarop. We hebben een aantal studies gedaan rond watersysteem, bossensysteem, die onthardingen, maar ook samen met Natuurpunt rond aan de hand van data van doodgereden dieren strategische plekken ontdekt om te gaan ontharden en natuur te verbinden. En ook daar kunnen werken. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is een werkwijze die we hebben, een gistanalyse eigenlijk methode, hebben bedacht. Die we trouwens op de Werelddag van de Stedenbouw in 2022 hebben mogen toelichten van VRP, die Werelddag Stedenbouw. En daar kwam eigenlijk uit dat we zo'n vijftal plekken in ons werkingsgebied hebben, echt superbelangrijke plekken waar dat puur alleen al omwille van het watersysteem, het natsysteem, je eigenlijk zou moeten gaan naar planologisch ontharden. De works gaan wel een deel kunnen oplossen, maar zeker niet alles. En dat is maar ook sowieso niet het hele verhaal op van daarnet. Een andere analyse die we gedaan hebben is rond bosstructuur. Waar zijn plekken waar er bossen verdwenen zijn, maar nog altijd een open ruimtefunctie heeft? Misschien een insteek om te gaan bebossen. En aan de andere kant ook, van waar zijn de meest waardevolle zone vreemde bossen? Via de methodiek die tot eigenlijk een betere methodiek dan die ooit door minister Schouwvliegen is gehanteerd geweest. En eigenlijk hebben we die overgedaan voor heel Vlaanderen van hoe dat die eigenlijk min of meer had moeten gedaan worden. Maar dat levert ook weer terug een drietal projecten op die stuk overlappen met het waterverhaal trouwens. Het zijn kaarten waar nu de Vlaamse overheid verder mee aan de slag is, dus zo werken wij, hè. Ideeën aanleveren. Oké, als laatste. We gaan subiet over dat planologisch ontharden nog een filmpje laten zien. Maar de vraag is nu ook van, heel dit project van Gedurende het Hart is mooi, hè, op de plekken waar we iets gedaan hebben, maar eigenlijk is het vooral de moeite waard geweest en ook de moeite waard van al onze vrijwilligerstijd die we erin hebben gestoken, als ze dan kan opgeschaald worden naar bijkomende golven aan ontharding. En waar het er koppelkansen worden gezocht met onze doelstellingen van behouden, versterken, verbinden van de groenstructuur. Dus dat is het filmpje dat je op ook YouTube gaat kunnen zien, waar we mee afsluiten in deze presentatie. Waar een heel deel van die verhalen eigenlijk al samenkomen in één gebied. Dus die natuurverbindingen, waar kunnen we die realiseren en hoe kunnen we met ontharding daar een bijdrage aan leveren? Die analyse hebben we ook gedaan. En we hebben dat dus aan die data van die doodgereden dieren gedaan. En we hebben gezien dat we voor ons werkingsgebied een paar doelsoorten heel goed kunnen gebruiken om zo'n netwerk uit te bouwen. En de soort die het beste eigenlijk dat kan dragen als doelsoort voor behoorlijk deel netwerken binnen ecologische netwerken dan binnen ons werkingsgebied is de bunzing gebleken. Er zijn ook rond ree, egel, hazelworm levendbarende
hagedis bijvoorbeeld, zijn er ook wel een aantal mogelijkheden, maar niet zo over het hele gebied. Bunzing is eigenlijk voor ons de ideale doelsoort om heel gericht natuurverbindingen te creëren, maar ook tegelijkertijd strategisch daarvoor te gaan ontharden. Waar wij ook heel goed in zijn, is in het puzzelen van allerlei zaken. Als je hier deuren hebt, de kaart rechts, is centraal die straat Frans van Heijnbeeklaan die in Deurne die we onthard hebben. Maar dat maakt dan weer deel uit van een, is die groene netwerken. Dat zijn allemaal straten die het district Deurne vroeg of laat wil gaan ontharden om die groene nerven of blauwgroene nerven te gaan ontwikkelen in de woonwijk die ook die parken verbindt. Maar je ziet ook rond het woord Erbruggen een blauwe strook. Dat is een kasteeldomein, slotgracht, waar we met behulp van zandzakjes en wat vrijwilligers en een samenwerking met een boswachter het eigenlijk al daar 10.000 kuub nu worden opgeslagen daar, gebufferd. En dat die kunnen infiltreren en natte natuur creëren. In plaats van dat water gewoon anders altijd wegliep in de riolering. Je ziet daar ook nog rechtsboven Hoogmolenbrug. Dat is eigenlijk op de volgende slide, zie je het iets beter. Daar is een nieuwe brug gekomen over het Albertkanaal op een nieuwe plaats. En daar is nu een hele ecologische verbinding in. Dat is een hele belangrijke, als we anders een hele belangrijke bottleneck in ons verhaal zijn. Maar ja, dat is een project. Oké, de Vlaamse Waterweg heeft dat gerealiseerd. Dat is er gekomen op vraag als eis eigenlijk door de lokale besturen. Maar hoe zijn die dat op idee gekomen? Die hebben dat idee bij ons gehaald. De monster zit bij ons. Alle eer en krediet voor de overheden die het dan realiseren. En we gaan expliciet ook applaudisseren voor dit soort van projecten. Maar stilletjes weten wij wel dat als wij niet ergens een aantal jaren geleden dat idee hadden geplant bij die lokale besturen en dat provinciebestuur, ja, dan had dat eigenlijk niet dit nooit ooit gerealiseerd geweest. En was het was er nog een bottleneck gebleven in het verhaal. Dus ja, dat puzzelen. En dan kunnen we van daaruit terug puzzelen naar andere plekken. Nu is er bijvoorbeeld op basis van de waterkaart elders in Deurne, Groen aan Deurne, een lokalere groep mensen die dan rond de Sint-Trochusstraat werken bijvoorbeeld. Dus dat is een aanpak die allerlei nieuwe projecten kan realiseren. Alleen al rond het watersysteem hebben wij nog een hele hoop andere plekken aangeduid waar dat heel, heel nuttig rond natte natuur kan gewerkt worden. Soms in combinatie dus met ontharding. En dat geïntegreerde verhaal gaan we dus meer en meer doen. In de beekvallei van Kleinschijn, waar die school Vita Epax ook middenin zit, daar zijn we dus nu bezig met een ruimer project op te starten. En we vinden dat ook daar weer heel veel enthousiasme bij besturen, bij verenigingen, tot zelfs kasteeleigenaars en landbouwers. En daar willen we werken met een hele bredere mix aan, niet alleen ontharden, maar ook die andere thema's erbij. Dus oké, dat geeft echt een heel, heel uitgebreid verhaal. We kunnen alleen nog afsluiten met het filmpje waar dat planologisch ontharden wordt uitgelegd. En met dank aan een aantal studenten van de Universiteit Antwerpen die daarin hebben meegewerkt. Dank u voor uw aandacht trouwens. Ontharden is geweldig. Kinderen krijgen een groene leeromgeving, straten worden groener, mensen werken samen en het water zorgt voor extra natuur. De golf aan ontharding is duidelijk ingezet. Maar er ligt nog een grote uitdaging en dat is planologisch ontharden. Kijk even mee naar de Antwerpse stadsrand. Kijk, die lijkt zo goed als volledig volgebouwd, maar er is nog groen tussen de woonkernen en autostrades. Dat is hetgeen wij groenrand noemen. Maar de druk van extra verharding is en blijft heel groot. Er worden niet alleen nieuwe wegen, spoorwegen en pijpleidingen gepland, maar er ligt binnen dit gebied ook nog eens 300 hectare die potentieel bedreigd zijn door nieuwe bebouwing. Als we ontharden, zou het de eerste prioriteit moeten zijn dat we onze resterende open ruimte beschermen,
Nu, kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van Ekeren en Merksem. Overal zijn er discussies rond bouwprojecten, infrastructuurprojecten, soms met harde juridische acties, soms met goede resultaten. Nu, het besef is aanwezig dat het anders moet en nieuwe ideeën zien het daglicht. Maar het probleem blijft toch het gewestplan. Nu, dat plan duidt de resterende bouwgronden aan, maar het dateert nog van de jaren 70, dus het is totaal voorbijgestreefd. Dus hebben we een nieuw plan nodig. Een plan waarop staat hoe we dit groene gebied gaan behouden, versterken en verbinden. Een groen RUP. Een groen plan dus. Maar wie neemt het initiatief? Wie? Nout, Matthias, Isaura, Jasper. Deze studenten ruimtelijke planning nemen het voortouw, samen met Groenrand. Ze hebben een eerste voorstel. In hun rapport van 60 bladzijden onderbouwen ze gedetailleerd hun voorstel voor een groen RUP. En daarbij gaan ze uit van de kwaliteiten van het gebied. Een eerste reeks plannen gaat over de vallei van de Laarse Beek. Rozemaai en Oude Landen die zijn al gered van bebouwing. Dat zijn goede voorbeelden. Nu, ingekokerde beken kunnen vanaf hier omgetoverd worden tot mooi meanderende beken. En zo komen we bij het Laarhof en de Sint-Lucas zitten. Dit ligt tussen de Laarse Beek en Hoekakker. Het gebied is echt veel te mooi en veel te waardevol om gekapt te worden. Maar de buurt heeft het ook erg nodig om zich te beschermen tegen overstromingen. Een herbestemming is hier op zijn plaats. En de eerste stappen worden al gezet. Na afbraak van het verwaarloosde kasteel wordt het nieuwbouwproject gecompenseerd door ontharding van het bestaande complex. En het stadsbestuur koopt hier 4 hectare om het groen te houden. De Laarse Beek volgend kom je nog wel mooie kansen tegen om een robuuste natuurverbinding te maken met de Europees beschermde natuur van het Peersbos. Een tweede set plannen gaat over Merksem. In Merksem is uiteraard het fort een absolute toplocatie. En vanuit het fort kan de natuurwaarde van Merksem verbeterd worden. Maar nu is het echt al een geweldige plek voor sport, voor spel, voor jong, voor oud. Hier vind je een zeldzame plek in de stadsrand waar je nog het gevoel van open ruimte kan ervaren en waar er nogal landbouw wordt gedaan. Hier middenin extra huizen zetten, dat is geen verstandige keuze. Er ligt hier ook een grote reservatiestrook voor infrastructuur. Plannen voor autostrades, spoorlijnen, pijpleidingen worden alsmaar concreter. Serieuze bedreiging, maar ook een pak kansen. En als je hier dus een groen plan bedenkt, dan is het logisch dat het ervan uitgaat dat al die infrastructuur zoveel en zo diep mogelijk in de ondergrond terechtkomt. Waar dit niet mogelijk is, kunnen via ecotunnels, ecoducten en ontharding veilige verbindingen ontstaan voor wilde dieren. De database van doodgereden dieren leert ons hoe we van dit gebied een kruispunt kunnen maken voor de natuur op regionale schaal. Wil je hier meer over weten en het volledige rapport van de studenten lezen? Kijk dan op groenrand.org en contacteer ons via het mailadres groenrand@telenet.be.